jaar geleden begin het om nieuwe kunstenaars, niet het weinig jong kunstenaars, maar kunstenaars wat gewoonlijk niche muziek maken, kans te geven om hulle ding te doen bij professionele stage soos die Boer. En ons is baie bevoorrecht met die mense wat ons resie gehad. Het is so baie dankie aan Karen daar achter van Tassenberg, wat ons begin help om hierdie aande moontlikheid te maak. Je weet, het is baie moeilijk om aande soos hierdie diesel sitte die reverb af is lief. Dankie. Well, sorry, ik ga niet keer jou. Je kan niet, oké, moet niet worry. Kan je al mij dan hoor? Oké, je kan het niet doen, excuse. Het is baie moeilijk, makkelijk om hierdie aande vol te maken met backtracking en snaars, wat bij huis van onze voorblad is. Maar ons probeer iets anders te doen hier zo, en daarom sê ons dankie vir Tasselberg wat ons help. Het maak het vir ons moeilijk om kunstenaars wat beter goed te doen, toe te laten om die stuis te klim. So, vanavond het is weer eens twee baie interessante groepen. Two groups that is completely different in styles. So, first up from about now till about just before 9 will be the group I'm going to introduce you just now, and after that will be K-Ray and the Bird, which is going to do something lovely and completely different. But first up, please welcome on stage the band Plaak, and they're going to tell themselves about you. About you, about themselves. Cheers. Have their heads blown away.